Elk jaar wordt in de Heideweek een oecumenische dienst gehouden in het Openluchttheater in Ede. Ja, spreker dit jaar was Henk Jongerius, hij is prior bij de Dominicanen. En ik vroeg hem wat een oecumenische dienst is. Dat betekent, oikumene betekent over heel de wereld. Dus dat overschrijdt de grenzen van kerken. En kijk, je verenigt je met elkaar omdat je in God probeert te geloven. En dat is meer dan voldoende. En dat hoeft verder geen benaming van die of die kerk. Het is eigenlijk van alle kerken? Ja, het overstijgt die scheidslijn tussen de kerken. En dat vind ik eigenlijk wel goed. Ik zie op het programma dat het thema is Doe even normaal. Wat is uw boodschap deze ochtend? Wat is jouw norm? Ben jij dat zelf? Of ligt die bij een ander? Dus de thematiek is eigenlijk dat je net zo met anderen moet omgaan als jij wilt dat er met jou wordt omgegaan. En als je die uitdrukking doe maar even normaal, als je die gebruikt, dan ligt meestal de norm bij degene die dat zegt. En dat belooft niet veel goeds. Jongerius pleit voor omzien naar elkaar. Val niet in de kuil van vooroordelen, maar luister en kijk naar wat er echt in een ander omgaat. Ja, naast de toespraak werd er ook nog gezongen door het koor In Between en was er ruimte voor een kinderverhaal. En dat sprak onze Heidehoogheden wel aan. Ik vond eigenlijk het kinderverhaal wel mooi. Ik ben al niet christelijk opgevoed. Als je dat verhaal dan zo hoort, dan vind ik dat toch altijd wel weer fascinerend. Fascinerend is niet het goede woord, maar ik vind dat wel mooi om zo te horen. Ja. Het was wel de moeite waard om hierbij te zijn. Ja, het was ook met weer goed te doen, want we zaten ook nog een beetje in schaduw, dus dat was helemaal top. Ja. En ook aanwezig bij de dienst was burgemeester Kees van der Knaap. Hoe vond u de dienst? Ja, het was natuurlijk een prachtige dienst met een mooi thema. Juist in deze tijd met verkiezingen, dat dan het thema Doe Normaal wordt gekozen. En een prachtige preek wat daarop in is gegaan. Een mooi koor. Prachtig weer, eigenlijk nog iets te warm. Daarvoor zijn ook een heleboel mensen niet gekomen. Omdat als je op de verkeerde plek in de kuil zit, dan wordt het wel heel erg heet als het 36 graden is. Wat heeft u nu nou speciaal getroffen in deze dienst? Nou ja, het is ieder jaar is het een soort verbroedering tussen de verschillende denominaties die we hebben in Ede. En als burgemeester vind ik het prachtig als zo'n soort samensmelting plaatsvindt. En dat is vanmorgen gebeurd. En het is een mooi onderdeel van de Heideweek. En ook een onderdeel wat, als het aan de burgemeester ligt in lengte van jaren, wordt gecontinueerd. De oecumenische dienst wordt vanavond uitgezonden vanaf 9 uur op Ede FM.